Galerie Notre-Dame des Arts in Ubbergen opende afgelopen weekend het nieuwe seizoen met Verder dan het oog reikt. Een nieuwe expositie van de Nijmeegse kunstenares Jette Rode. Notre-Dame des Arts toont van maart tot november maandelijks werk van een andere kunstenaar. Jette Rode gaf bij de opening een performance waarbij ze tegelijkertijd het doek als twee modellen beschilderde. Het resultaat is een 3D-schilderij. Dit is de opening van mijn expositie Verder dan het oog reikt. 12 jaar portretten. Ik werk en woon namelijk in Nijmegen. Ik ben beeldend kunstenaar. En op het moment tijdens deze opening ben ik ook een live performance aan het geven. Ik schilder living canvas, zoals dat heet. Dus ik heb twee modellen en die beschilder ik helemaal. Niet te verwarren met bodypaint. Want wat ik doe is dat ik namelijk ook een achtergrond geef aan het geheel. Waardoor het driedimensionale bijna verschuift naar tweedimensionaal, waardoor er een heel spannend spel ontstaat. Meestal zijn het toch de portretten waarmee ik verschillende statements ook wil maken of onderzoeken aanga. En het blijft altijd weer het gezicht. Dat is voor mij de grootste uitdaging. Zowel in olieverf als in tekeningen als op die levende canvas doeken. De serie Binnenpretjes die ik op dit moment maak gaat over de ontzettend drukke wereld van nu. Al het contact wat we de hele tijd maar aangaan met iedereen. Al het media gestuurde en alle sociale media. En wat ik juist probeer te beogen in die serie is dat mensen weer even contact maken met zichzelf. De ogen sluiten, aan een geluksmoment denken. En op dat moment probeer ik ze te vangen op het doek. Ja, Notre-Dame des Arts, ik vind het echt een fantastische ruimte. Ik ben heel blij dat ik hiervoor gevraagd ben. Mijn werk komt hier echt geweldig uit. Mijn expositie bij de Notre-Dame des Arts is van 5 maart tot en met 26 maart. En is elke zaterdag en zondag geopend tussen 1 en 5. En elke zondag is er om 3 uur een performance of een muzikale omlijsting.